Hele goede morgen. Ik ga even switchen van beeld. Daar ben ik. Ik was een beetje kwijt, hè? Ik zag het aan de reacties. Er ging iets niet helemaal. Het is paasweekend, het is zaterdagochtend. Het is nog maar mijn derde bakje koffie. Dus. Maar we zijn nu live. Dank voor jullie geduld. 5 minuutjes later. Maar ja, dat waait van de koffie. Excuus, ik heb een beetje een kikkertje in de keel. Ik had Berenburg in mijn koffie moeten doen. Dat smeert een beetje. Goedemorgen. Ik heb hier een tas vol met leuk staan. En dat zijn mijn swapjes van On Stage. On Stage was een even is een evenement van Stampin' Up voor alle demo's. Waar je naartoe kunt gaan. En daar komen we samen om nieuwe dingen te zien. De nieuwe catalogus bijvoorbeeld, die wij al hebben. Met nieuwe stempels, die wij ook al hebben. En wat we ook veel doen is, we maken een tas van 40, 50, sommigen maken er 100 items. Allemaal dezelfde meestal. En die gaan we dan met elkaar ruilen voor andere ideeën. Dus je komt met 50 dezelfde. Ik had denk ik 40, 50. Met onder andere een leuk. Even kijken. Een leuk paperclipje. En je neemt 40 mee, 50. En die ruil je voor 50 andere ideeën. Nou, en zo kom je thuis met een tas vol leuke ideeën. En vaak zijn de demo's die er ook nog een instructie bij hebben of contactgegevens. En zo doe je dus samen nieuwe inspiratie op. Door omstandigheden was ik daar nog niet aan toegekomen om ze allemaal uit te pakken. Behalve de koekjes. Die liggen daar. Nou ja, een doosje. De koekjes zijn op. Anders worden ze slof. Dat is niet goed, hè? Ik had een heel lief doosje gekregen van Marinda. En er staat ook nog iets omheen. Maar dat weet ik niet meer waar die is. Ik zit hier tussen. Deze dingen ga ik dus nu nog uitpakken. En het leek me wel leuk om dat live met jullie te doen. Ik weet in ieder geval dat hier chocola in zit. Er zit een paashaasje in. Maar verder weet ik het niet. Er zijn veel kaarten en er zijn veel 3D-items. En daar wil nog wel eens wat leuke goodies tussen zitten. In lekkere goodies. Maschenke heb ik ook mee geruild. Volgens mij, ja. Dan komen we straks nog wat van jou tegen. En ik denk, laat ik dat maar eens even laten zien. Mijn koffie is bijna koud, dus mijn laatste slokken en dan ga ik de camera draaien. Laat ik de camera gaan draaien. Waar zal ik mee beginnen? Kaarten of 3D? Oh, ik kan nog wel even mijn... Gisteren hadden we de workshop, deel 3 van de workshop. De Crafting with You, en dit is wat we gisteren hebben gemaakt. Volgende week komen de nieuwe in de mail. Zie je de nieuwe mogelijkheden voor de volgende workshop van de april. Het is al april bijna, maar zo gaat het soms. Leuk is die geworden, hè? Die kan hier weer mooi staan. Zo. Hey Kitty. Ja, ik ben weer live met mijn doosje swapjes. Oh, maar Schenke, ik had voor jou niet. Ik heb nog één een losse button. Verder niet meer. Die crafting met jou is heel erg leuk. Maar Schenke, dan komen we jouw item ook tegen. Waar zal ik mee beginnen? 3D kaarten. Ik heb al één kaart open, dus jullie zijn te laat met kiezen. Dat heb je met die vertraging op de lijn. De camera een beetje rechter of niet? Wat krijgen we dan voor effect? Ah, oh, dat is prima. Ik zal nog even een lampje aandoen, want vanaf deze kant is wat schaduw. Niet dat dat altijd beter wordt, maar toch. Ik heb hier een fantastische kaart. En die is van... Ximena Morales. En je ziet het al. Het is een Duitse dame. Viele Kraft und einballige Genesung. Veel sterkte en beterschap. En dat is een fantastische 3D kaart. Moet je eens kijken.
Dat is gewoon een hele zit. Ik zal nog even... Ze heeft een YouTube-video. En ook ze heeft er allemaal bij gezet wat je nodig hebt. Paper Florist Dies, Countryside Corners, Night of Navy, Boho Blue, Misty Moonlight, Countryside Inn. Dus zo staat er allemaal bij wat ze gebruikt heeft. En ze heeft nog een YouTube-video gemaakt waarin je kunt zien hoe je deze maakt. Dat is één. Oh, nog meer in het blauw. Het was wel favoriet. Dus ik heb ook van de lavendel gekregen. Kaart. Dat is mooi papier. Die had ik zelf nog niet. Deze is van Pascale Lima Vigonier. Nou, ik denk dat dat een Franse dame is geweest. Oh, dit is mooi. Dat heeft ze met vellum gedaan. En Franse dame. Kan niet missen. Une journée du ton... Wie is goed in Frans? Wat betekent du tonnerre? Tonnerre? Une journée du tonnerre. Dit ken ik niet, maar ik vind deze bloem fantastisch mooi. Kijk eens hoe... Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel mooi. Ze heeft het... Dit is gesponst. De randjes. En dan die takjes eronder. Translucent bundel is dit. Er zit hier geen beschrijving bij. Maar wel heel mooi. Ik moet niezen. Tjoe! Ja, dat heb je dan. Oh, nog een Franse dame. Séverine Panetier. Panetier. Die heeft ze verder niet uitgepakt. Volgens mij, onze bijtjes blijven, hè? Of blijven die niet? Ja, de bijtjes blijven in het assortiment, het papier niet. Die is vast geniet. En wat zij... Eigenlijk heel veel Franse eiten. Franse dames die maken vaak hele mooie bewerkelijke kaarten. Is mijn ervaring. Tu es la reine de Marouche. Tu es la reine de Marouche. Volgens mij spreek ik het wel goed uit, maar ik heb geen idee wat ik nu zeg. Lief bijtje. Zo krijgen we al een... Oh, dit is een leuke. Dit heeft iemand zelf gesneden, denk ik, met een plotter. On stage. En de ballonnen. Deze ballonnenset gaat eruit, hè? Die is er ook in het Nederlands, maar die hebben we straks niet meer. Sylvia Muller. Mausi bastelt. Lass uns zusammen feiern. Laten we samen vieren. Mijn Duits is beter. Dit is Starry Skies, een van de kleuren die eruit gaat, hè? Leuk. Glimmertje erbij. In Duitsland hebben ze andere zakjes. Die beter op de... Die exact kaartformaat zijn, zie je dat? Grappig. Want die andere Duitse had dat ook. Freundschaft ist Herzenssache. Oh, dit is zo'nzelfde zakje. Van irisstempelt.de. Iris Philips. Ik haal ze wel uit het zakje, want anders glimt het zo, hè? En dit is allemaal... Het was niet gebruikelijk om een volledige kaart te geven. Maar alleen de voorkant. Dus de achterkant, dat die echt open kan, hoeft niet. Maar heel veel hebben dat toch gedaan. Ach, dat zijn van die... ongeschreven regels die toch aan verandering onderhevig zijn. Die aan verandering onderhevig zijn. Dit is een mooi relief. Deze ken ik niet. Is het een van de online embossing folders? Er is zo'n setje van 3. Ik vind het een heel mooi subtiel randje. Freundschaft is hersenschmerz. Das Leben ist schön, wenn du kreativ bist. Ja, dat is dus zeker. Dit is van Elverter Mauser. En die heeft het plakbandje opgedaan.
Krakie. Krak, krak. Heel veel krak, hè? Maaike Ewigman. Ah, lief ingekleurd. Elferter Mauze. Ik weet niet wat Elferter Mauze. Die talen is nog wel een dingetje, hè? Enjoy your day. Oh, dit is een pakketje. Ik weet van wie deze komt. Kijk eens hoe mooi. Een envelopje. Met een randje eromheen. En wat ik mooi vind is dat het wit ook nog even het labeltje heeft een rood randje gekregen. Die is even over het inktpad gegaan. Daar hou ik van. Je m'appelle, mijn name is Lisbeth Dutchie. En ze woont in Warendrecht. En ze heeft erbij gemaakt de hele instructie. Dus hoe je hem kan maken, kunnen we nog zeker een keertje doen. Oeh. Kijk eens. Lekkers. Ik ga over dat lekkers er nu uithalen. Oh. Mooi envelopje. Heel handig. Leuk cadeautje. Enjoy your day. Ik vind het zwart en rood wel een mooie combinatie. Dat was geen kaart. Hadden we al een 3E-item te pakken. Groetjes en veel liefs. Oeh. Met thee erbij. Van wie komt deze? Sabrina Stamp Studio. Waar woont Sabrina? Dit is mooi gedaan. De onderkant. Dan de bloemetjes komen eruit. Deze heeft ze uit het dessinpapier geknipt. En ik heb er heerlijke thee bij. Lipton. Doe een wens van Barbara. En natuurlijk hebben we ook veel met Dutchies geswapt. Barbara van den Boom uit Lexmond. Oh, hier hou ik van. Doe een wens. Allemaal leuke kaarsjes. Draag het armbandje en doe een wens. Als de draad op is, zal je wens uitkomen volgens de legende. Oh, wat cool. Kijk dan. Dit heeft ze leuk gedaan. Dankjewel, Barbara. Deze kan je omdoen. Zo. En nu heb je dus een armbandje om. En als het versleten is, gaat je wens uit. Wat leuk, Barbara. Wat een mooi idee. Dit is leuk om op te sturen. Friends, hello. Van wie hebben we die gekregen? Mooie uil. Dit is een stempelset met hele mooie afbeeldingen. Met de wolf zit er ook in. Op de kop. Mashinka! Die hebben we van jou gekregen. Flirty Flamingo Pool Party Petal Pink. Designers Paper, Zoo Crew, Baker's Twine, stempelset Bigger Swiss, Wildlife Wonder. Ja, dat is hem. Dat zijn hele mooie. Je hebt vast ook andere dieren gemaakt, of niet, Mashenka? Kijk, Mashenka heeft hem wel enkel gedaan. Die kan je gewoon... Deze zou ik nu dus gewoon op een basiskaart kunnen plakken. En dan heb ik ook een kaart die ik kan versturen. Dankjewel. Dus iemand heeft voor mij een kaart gemaakt die ik zelf kan versturen. Dankjewel, Mashenka. Je gebruikt ze als inspiratie. Oh. Mijn koffiekaartjes. Alleen de uiltjes had je gebruikt. Oké. Okay. Furry Coats, Furry Cat Designs van Karen. UK, dit is een Engelse. Oh, ik hou ervan. Deze oude druk, hè, die gaat eruit in de embossing folder. Oh, wat een superleuke kaart. Ik vind hem leuk, maar ik ben nogal een koffieleut. Leuk. Ze heeft er dus ook een ingrediëntenlijstje bij gedaan voor wat ze allemaal gebruikt heeft.
Welke kleuren, welke materialen. En ik vind het echt zonde dat die embossing folder eruit gaat. Dat vind ik echt jammer. Ik moet ze straks allemaal weer in de zakjes doen. Ik pak even wat 3D'tjes. Doosjes. Oh. J'ai une surprise pour toi. Dit is een verrassing voor jou. Oké, okay. Zover ken ik nog wel. Oeh, ik weet nog één dame die zei van, oh, wil je met alcohol of zonder alcohol? Zou dat deze zijn? Die had er chocolaatjes in zitten. Het zijn in ieder geval snoepjes. Ze heeft er 3 snoepjes in gedaan. Schattig mini doosje. Ik ben bang dat ik haar 2 keer ben tegengekomen. Volgens mij heb ik 2 van deze doosjes. Marie-Paul Gaysan. Ja, in ieder geval uit Frankrijk. Het is een mini doosje, maar ze heeft gewoon echt wel. Het dc-papier zit ook weer op Garden Green. Oh, wacht. Dit is nog een kaartje. Kijk dan. Het dekseltje kan ik lostrekken. Knoopje eruit halen. Ah. Oh. Chaque jour apporté sa récolte du bonheur. Oké. We hebben Franse les nodig. Het is heel veel werk geweest, deze kleine doosjes met al die laagjes. Ik vind het leuk dat de deksel nog een kaartje is. Mooi idee. Die ga ik ook nog eens gebruiken. Oeh, dit is ook mooi, hè? Pauline Wijbrecht uit Sun is Scraping. Ik weet niet of het dan een Duitse of een Nederlandse is. It's a good day to have a good day. Dit is een mooi stempelset. Lekkere heldere oelpretzels. Ik weet niet of Pauline Wijbrecht nou een Nederlandse of een Duitse dame is. Sun is Scraping. Met mooie pretzels. En een mooi doosje. In lemon lolly. Leuk. Lekker fris. Oh, deze hoorde om het... Dit is Marinda haar strikje. Eromheen. Dat was mijn koekdoosje. Oh, noem d'un petit gnome. Het is een beetje te klein om het goed te lezen. Tenminste zonder leesbril. Het is Frans. Dat maakt het ook niet makkelijker. En de gnoompjes. Het is een heel mooi driehoekig doosje. Een driehoekig doosje. Oh, kijk dan. Wat zit daarin? heeft ook buttons gemaakt, maar deze zijn nog over van vorig jaar. In Wenen. Ja, geeft niet. Nog steeds leuk. En daar zitten karameeltjes in. Misschien had ze deze voor Wenen gemaakt. Is ze zelf niet geweest? Weet het niet. Ik vind het ontzettend mooi doosje. Deze gaan we ook maken, denk ik. Deze vind ik echt mooi. Ja. Deze is een goeie. Die is zeker heel erg leuk. Oh, kijk dan. Met een foto. On stage. Frederik van Rumpt. Kaarten en cadeautjes. Volgens mij heeft zij de foam adhesive sheets. Kijk. Dat is... Ik heb zelf nog niet eerder gebruikt. En... Dit maakt dat je... Dat je letters helemaal dik worden. Die adhesive sheets, foam adhesive sheets, die maken dus dat je het hele lettertje een dimensional wordt. Dat ziet er leuk uit. Dankjewel, Frederik. Oh, hier is dat mooie papier. 2 keer, kijk. Cool. Is prachtig. En deze blijft dit papier volgens mij. Dat heb ik vorige week allemaal verteld, of 2 weken geleden in de video.
Wat er allemaal uitgaat en wat er blijft. De mooie dimensionals. Zelfde lavendelkleur. Dimensionals. Ik zoek even mijn woorden. Embellishments. Embellishments. You mean the world to me. Hier zit nog een briefje meer. Thank you for swapping. Love, Helen. Cotswold Craft Corner. Ik denk dat het uit de UK is. Oh ja. Want ik weet wie Helen is. Ja. Supermooi. Wat een fantastisch mooi papier. Griet uit mijn team die was er meteen al weg van. Dus dat weet ik dat ik... Ik heb hem zelf niet gehad. Maar ik weet dat hij er meteen al weg van was. Griet heeft er al mooie dingen mee gemaakt. I used the Simply Zinnia DSP. Coachje de Lange. Dat is een Nederlandse dame, denk ik. Coachje. Dit is wel leuk om te zien. Dankjewel, Coachje. Oh, je hebt een mooi envelopje bij gedaan ook nog. Zinnia papier. Dit is een van online only. Dus dit papier kun je alleen online vinden. Ik heb het niet, dus het is wel leuk omdat dat we dat dan nu even kunnen zien. Zinnia. Heeft een mooie... Dit is een die-cut. Dit is niet gestempeld, denk ik. Leuk gedaan. Dankjewel, Kootje. Oeh, een boekje. Is dit voor moois. Hello there, let's catch up. Met de boontjes. Hier zit ook wat in. Waar houden jullie van? Van 3D-items, dit soort leuke dingetjes? Of de kaarten? This one's on me. Oh, wat grappig. Je krijgt een kopje koffie. Koffiebags. Oh, regen. Bag into a mug. Add boiling. Squeeze. Dit is oploskoffie. Oh, die ga ik meenemen naar China. We hebben vakantie naar China en daar hebben ze geen lekkere koffie. Dus dit is wel goed. Stamp with Nelly. Heather Forgan. Visit the blog post. I hope you have an awesome time. Dus dit is ook weer eentje waarvan ik een video kan delen. Dan kunnen we zien hoe ze deze maakt. Simpel, maar superleuk. Hou ik van. Just for you. Oh, lieve beestjes. Claudia Muller. Dag. Kijk eens. Claudia uit Maastricht. Wat een lieverd is dit ook, hè? Je verschillende items gebruikt, zie ik. En mooi die blauwe kleuren. Erg leuk. Oeh, nog meer koffie. Zou het? Kijken waar die open gaat. Of iets lekkers bij de koffie. Dat kan natuurlijk ook. Ah, kijk. Dit is een van de stempels. Met het lepeltje erbij. Hier zit niks op. Monica Klein. Carefully handcrafted. Monica Klein. En waar komt... Oh, de happy stempels van... waar woont je, Monica? Een chocolaatje in een zelfgemaakt envelopje. Dankjewel, Monica. Wee. Oh, hij kan alleen open als hij kapot gaat. Ah, wat een lief klein envelopje. Leuk gedaan, Monica. En leuk kaartje. Deze is van Ellen. Volgens mij is Ellen nog wezen zwemmen. Ik dit keer niet. Just sending a little bit love on the way. In Wenen zijn we gaan zwemmen. In november. In het water. Just sending a little bit love. Oh, chocolaatje. Thanks for making me smile. Paperclip sieraad voor jouw pagina. Oh, dat heeft ze mooi gedaan. Ik heb dan een hele paperclip gemaakt, maar ze heeft de paperclip tussen het papier gedaan, deels. De ene kant, zodat je hem aan de voorkant niet ziet. En aan de achterkant wel vast kunt plakken. Mooi!
en een instructie erbij. Mooi. Dit is ook een mooie stempelset. Houd ik van. Dankjewel, Ellen. We krijgen weer wat 3D'tjes. Blandine Conzac uit le scrap du blanc uit Méricourt, France. Oh, chocolat. Où cette journée spéciale te... Ja. Nee. Oh, deze is echt zo in de knoop. Daar hebben we een schaartje voor nodig. Anders kom ik niet bij de chocola. Fijn, hè? Je kunt je geloven dat iedereen ook wat, vaak wat lekkers meeneemt naar ons steeds. Dus we hebben heel veel... We kwamen niet tekort aan lekkers. Ze heeft een handig zakje gemaakt die heel eenvoudig is. Maar ze heeft de eigen dessinpapier gestempeld, wat ik erg leuk vind. Leuk gedaan. Leuk. Dit is ideaal voor, nou ja, inderdaad, voor bijvoorbeeld schooltractaties. Kinderen mogen niet altijd meer in de klas tracteren. Dan moet het mee naar huis gegeven worden. Of zo. Ik weet het ook niet meer. Maar dan is dit ideaal. Kijk eens hoe grappig. Een heel lief envelopje van Burger Fraulein Jana. Nou, een Duitse dame. Je hebt diezelfde als de eerste. Mijn eerste kaart. Jullie houden allemaal wel van 3D, hè? Dit zijn dus de Paper Florist Dies. Maak je wel hele mooie bloemen mee. En chocolaatjes. De tafel begint hier helemaal vol te raken. Ik heb hier een onderkant van een doosje. Dan moet ik nog een bovenkant bij vinden. Of de bovenkant is het. Creanoche. Hey. Die kennen we. Waar gaat die open? Anoushka. Moet ik hem echt slopen? Ja. Oh, sorry. Nee, kijk. Zo, ik heb niet snel genoeg gekeken. Oh, wauw, wat een mooi doosje heb je dit gemaakt. Ha, met 2 keer chocolade erin. Wat een handig. Dit is ook weer zo'n leuk tractatiedoosje. En volgens mij heb je je eigen dessinpapier gestempeld. Met de bijtjes. Klopt dat? Kunnen we dat terugzien? Bijtjes, waar zijn jullie? Kijk, ze heeft deze. Die is... En de bloemetjes en de gezichtjes. Wat een leuk idee om daar je dessinpapier mee te maken. En ja, ik vind het ook altijd het bijtje komt uit de pols. Maar ik vind het ook altijd een tekstballonnetje. Ik ben niet de enige die er zo over denkt. Een klein envelopje. Hier staat aan de buitenkant geen naam op. Aan de binnenkant wel. Veronique Diochon uit Frans. En die heeft er ook een lekker heel donker chocolaatje in gedaan. Ze heeft dan wat niet gebruikt. Dit is iets wat niet gebruikelijk is. Is dat je dessinpapier gebruikt dat niet meer te krijgen is. Want dan kunnen we het niet meer namaken. Wel een leuk envelopje. Helemaal. Het is een doos envelopje. Zo, ik wil niet meer dicht. Voor 3D items, ik heb mijn paarslinger hangt hier nog. Die moet ik beneden ophangen. Hebben jullie mijn foto's en mijn blog gezien over de paasversieringtafel? Het ziet er zo gezellig uit. Ik heb meteen zin in paas en met de brunch. Voor jou, just for you. Ik denk dat deze ergens anders bij hoort trouwens. Van wie heb ik deze gekregen? Ah, oh, Paulien. Met liefde gemaakt. Kijk eens hoe mooi. Een doosje. En wat zit erin? Ze heeft ook een magneetje erin, zodat hij goed sluit. Ik heb extra handcreme. En ze heeft dat speciaal. Dat het er echt in blijft liggen.
handcreme, omdat we altijd met... Dit is ontzettend leuk ook voor straks, einde van schooljaar, voor docenten bijvoorbeeld. Bij jou was ik in goede handen. Dat je dan een doosje geeft met handcreme. En een magneetje die het sluit. Cool. Dankjewel, Paulien. Daar krijg ik zachte handjes van. Ja, leuk hè, die paasversiering. Zo gezellig. Mini Midori bij Sylvia Lawrence. Fun full details on my blog. Come craft with me. .online. Als ik ergens een adres van heb, zal ik proberen dat te delen. Oh, dit is een mini boekje. Nee, hij wil niet open. Natuurlijk wil hij wel open, maar... Ik wil het stickertje er goed bij houden. Dat wil niet. Mini Midori. Oh, wauw! Kijk dan! Nee, ik hou hier dus van. Merk je dat? Het papier is gelamineerd. En ze heeft daar gewoon twee kleine boekjes in gedaan. Oh, wat cute! En het is een Midori systeem. Dus deze kun je eruit halen. Je kunt er dus makkelijker dan in schrijven. En er weer in doen. En als ze vol zijn kun je weer nieuwe maken. Wat gaaf. Met een bedeltje eraan. Echt fantastisch. Dit zijn ontzettend leuke dingetjes. Deze is wel echt heel mini. Ze dus net iets groter te maken. Om mee te nemen op vakantie. En dan gewoon elke dag iets in te schrijven. Ik weet niet precies wat dit is. Maar ik ben bang dat hier iets aan heeft gezeten. Wat er nu niet meer is. Het is een ringetje. Maar ze heeft gewoon echt met een labeltje en alles. Moet ik goed bewaren. Het stickertje erbij. Schattig hè? Het elastiek. Daar heeft een hoop werk in gezeten. Even kijken. We zijn er nog niet hoor. Echt nog niet. Dit is er nog. Oh, ik zie ook lippenbalsem. Kijk. Ja, dit is nog een keer. Deze hebben we al gehad. Hier zaten die drie snoepjes in. En die ben ik twee keer tegengekomen. Stroopwafeltjes. Dat is grappig. We krijgen een stroopwafeltje. Van, oh, dank je Mashenka. Het is een soort sleutelhanger. Dus deze kan ik aan mijn... Dit ringetje is bedoeld om aan mijn sleutelhanger te hangen. Ah, nee, dan snap ik hem. Goed bedacht. Dat je een stroopwafeltje krijgt van een Engelse demo. Dus heeft het eenvoudig gehouden. Ik vind het heel mooi trouwens. Heel eenvoudig gehouden. Die tegeltjes, de bloemen. Echt Delft tegeltje met mooie dimensionals heeft ze de bloemen echt gelaagd. En dan een bandje, zodat er een stroopwafeltje in past. Ik heb ook stroopwafeltjes gedaan. Vorig jaar in Wenen waren mijn swapjes allemaal stroopwafeltjes. A gift for you. Houden van wat we doen en delen waar we van houden. Ook anderen. Om anderen te helpen genieten van creativiteit en zo tot waardevolle resultaten te komen. Hierin maken wij het verschil. Dat is de Stampin' Up. Het motto. En dan ben ik heel benieuwd van wie dit is en wat het is. Dit is echt zo'n handig item, hè? Weet iemand waar die tulpen van zijn? Vast wel. Iemand weet vast van welke tulpen deze zijn. Chocolade paasetjes. Joehoe. Oh, Katie. Dankjewel, Katie. Met een pennetje.
Lekker eitjes. Chocolade eitjes. Ik heb gisteren ontzettend hard gesport. Dus ik mag wel weer wat chocola eten. Dankjewel, Katie. Leuk gedaan. En weer diezelfde. Die stond ook op een doosje. Kijk. En dan is het alleen de binnenkant. Zonder de tekst eromheen. En die tulpen moeten we opzoeken. Van een online only. Dan zien we ze niet altijd. Journée inoubliable. Dit is met klittenbak. Oh, deze heb ik toen opengemaakt. Zei ik, oh, er zit wiet in. Natuurlijk niet. Dit zijn natuurlijk bloemenzaadjes. Het is heel klein. Hoe smokkel je wiet vanuit Rotterdam mee naar... Je suis un petit sachet du grains. Planten mee moi dans la terre. Arrasez moi et moi pour que fleurisse ton cœur. Ik ben een klein zakje met zaden. Plant mij in de aarde. Arrasez moi of aime moi. Arrasez, ik weet het niet. Water geven. En hou van mij voor pour que je fleurisse ton cœur. Dat is met je hart, cœur, toch? Bloemen uit je hart. Zullen we het daarop houden? Ik heb hier geen naam bij, maar ik vind hem wel heel lief. Ik vind het een leuk cadeautje om te geven. Zie je? En deze gaat open, open. Mooi idee. Du findest mich auf Instagram unter Zaubern mit Papier. Petra Brodrecht. Ah, dit is een van de celebration, hè? Volgens mij heb ik weer een boekje gekregen. Kijk eens hoe leuk. Notitieboekje. En wat ze heeft gedaan. Kijk. Het is gewoon een notitieboekje. En deze is dan ook weer leuk gedaan. Om. Hier kun je natuurlijk een soort kleurboekje van maken. En die. Die ook weggeven als tractatie. Want ook net als tractaties niet meer uitgedeeld in de klas. Mag je ook niet meer altijd eten geven. En dan is dit een superleuke tractatie. Kijk eens. Liebe Tauschpartnerin, liebe Tauschpartner. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin Petra aus Deutschland. Und du findest meine Werke bei Instagram unter Zauber mit Papier. Ich wünsche dir viel Spaß und schöne Erinnerungen on stage. Petra. Er zit ook nog een... Misschien heeft ze daar de werkbeschrijving op gedaan. Ik weet het niet. Dit zijn dus ontzettend leuke tractaties om te geven. Mooi. Mooi, mooi. Houd ik van. Antoinette. Oh, Antoinette heeft zoiets leuks gemaakt. En Antoinette, die stond ook op het podium. Die gaf een presentatie. Superleuk. Ze heeft de andere hobby erbij gepakt. Een hobby die ik ook heb. En dat is de plotter. Kijk eens, een sleutelhanger. Ze heeft de zeepapier. Dat is alleen aan de achterkant, aan de binnenkant. Wat een goed idee. Met een pons heeft ze er een raampje in gemaakt. En ze maakte voor haar swapjes een mooie sleutelhanger. Die aan je tas kan. Cool. Dankjewel Antoinette. En supergoed dat je de presentatie deed. Net als Christine trouwens. Oh, dit is wat anders. Dit zijn geen swapjes, dit zijn kaarten die we hebben gemaakt. Zo. Dit zijn allemaal kleintjes, hè? Marie und Krep pour Marie-Christine Andreff. Ah, ik weet dat al. Dit is een... hier zit net als die bij... Ellen, is dit een paperclip? Hier zit een paperclip in. Dus die kan je ergens overheen doen. Even kijken welke handig is. Ik neem
Een kaartje. Kijk eens. Heel mooi gedaan. En dit zijn ook leuke cadeautjes. Een nieuwe trend hebben te pakken, denk ik. Paperclipjes. Stond er nog op? Ja. Marie-Christine Andrea Poer. Franse dame. Hier zie ik iets van vanille. Nog een Franse dame. Tada! 1, 2, 3. Als je de vouwlijnen goed hebt, is er geen kunst aan. Maar je moet ze eerst even goed hebben. Dit papier is zelf gestempeld. Ze heeft haar eigen dessinpapier gemaakt. En het is ook nog embossed. Ze heeft er echt lekker vintage van gemaakt. Wat een schattig kaartje. En hier kan je dan ook nog, is ook leuk om zaadjes in te doen bijvoorbeeld. Die hebben we gehad, die hebben we gehad. Deze nog niet. Oh, dit is ook een paperclip. Ik weet nog van met wie ik deze heb geruild. We hebben samen heel veel, een Duitse dame, we hebben heel veel vierkantjes geplakt. Om het Stampin' Up logo te maken. Dat was gewoon ja, iets om te doen. Mooi gekleurd, ik hou van deze kleuren. En deze kan je in je catalogus doen. En er zit een magneetje in. Die zit dus tussen het papier. Zodat hij goed verpast blijft zitten. Steffi's Kaartenhaus. Dankjewel Steffi. Zij heeft een memo blokje gemaakt. Handig om te voor masking. Kleine memo briefjes. Of in je catalogus. Deze wil ik. Deze wil ik. Steffi's Kaartenhaus. Alles Liebe. Deze heb ik allemaal gehad. Ja. We zijn er. Nog niet. Dit is er nog. Even kijken. Een heel mooi. Oh, een luxe doosje voor een pen. Een mooie groene pen. Ik hou van groen. En van wie is die? Ik weet het wel. Bowina. Een pennendoosje naar idee van Caroline Borne. En ze heeft ook uitgelegd hoe dit zou moeten. Nou, superleuk Bowina. En een mooi chic doosje. En ook nog hoe we moeten maken. Oeh, Salina, wat heb ik voor leuks van jou gehad. Salina had een kleine serie swapjes met een heel mooi knuffelig en een paars eitje. Even zoeken waar die open moet. Niet meteen weer slopen. Een paashangertje. Een soort lampje, paars eitje met bloemetjes erin. Lief. Dankjewel, Salina. Superleuk, schattig dingetje. Nu is het grabbelen, hè? Zien. Ah. Oké. Okay. Trekken. Wat gebeurt er dan? Dan gaat hij open. Oh, het is een envelopje. Kijk. Danke, dass du mit mir geswappt hast. Du findest mich auf Instagram unter Tinas75 Insta und auf Facebook unter Christina Klein. Ja, dit zijn ook post-its. Ja, post-its zijn ook vaak geliefd om te swappen. Ze komen ook altijd van pas, hè? Dat is ook alweer zo'n handig vouwmechanisme. En hij sluit zelf. Dat is wel ideaal. Je hoeft verder niet meer... Oké, sluit zelf. Het is geen lijm of magneetje wat eraan te pas komt. Alleen gefriemel.
Oké, nu even niet. De zon komt er ineens door. Janneke. Janneke maakt ook zulke mooie dingen. Happy stamping. Op haar blog kunnen we meer vinden hoe ze dit gemaakt heeft. En het is wel leuk om te zien. Iedereen heeft echt wel een hele andere stijl. Dat zien jullie natuurlijk ook. You can do amazing things. Koetjesreep. Een mini envelopje. Dat is een stans. Ze heeft haar kaartje erbij gedaan. Janneke Rijkstra. Mooi. En lief. Net als Janneke zelf. Oh, zit nog iets bij. Ah, thee met wat lekkers. Rooibos honey. In een mooi zakje. Perfect afgewerkt. Oeh, een driehoekje. Een driehoekdoosje. Oeh, het strikje gaat gewoon goed open. Mijn tafel ligt nu al bezaaid onder mooie dingen. Kun je nog een beetje onthouden wat de leukste was? Paasuitjes! Dankjewel, Durkje. Deze heeft Durkje voor ons gemaakt. Kijk eens hoe eenvoudig deze is. Of eenvoudig? Hoe slim deze is. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een rechthoek. Met een paar vouwlijnen. Gaatjes erin. Op de driehoeken maak je dessinpapier. En je hebt gewoon een super schattig, handig doosje. Met paasaadjes. Durkje, je weet wat ik lekker vind. Oeps. Deze, ik vind het gewoon een heel slim ontwerp. Super tof. Zijn er nog een 3 ongeveer. Wat heb ik hier voor leuks? Ha. Ik mis hier iets bij, of niet? Ik heb er nog 3. Het zijn vrij grote. Oh, wat gebeurt er? Volgens mij is hier iets afgevallen. Je naam. Irene, kijk eens. Deze dit zijn ook weer zaadjes die in de grond kunnen. En je kunt een plantenstekertje erbij doen. Ik ga deze op de paastafel zetten. En je snapt dat deze er heel goed bij past. Deze is van Irene. Dankjewel. En ik denk, deze kon hier wel eens bij passen. Ik had Just For You. En hier zit een klein doosje. Ik weet niet of deze gesloten moet zijn. Ja, je begrijpt dat het in de doos ook nu wel eens wat misgaat. Maar hier zit een lippenbalsem in. Honey Peach Lips. Oeh, die ruikt lekker. Wat een schattige mini verpakking. Ik denk dat deze nog dicht kan. Maar ik weet nog niet precies hoe. Maar hij is just for you. En dan de laatste, last but not least, van Nick. Een mooie libelles. De libellenpons gaat er nu uit. Of niet eindelijk, maar hij gaat er nu uit. Ze heeft haar eigen dessinpapier gestempeld. Oh, dit is een mooi stempelset met die libelles in de lettertjes. Ah, knoopje erin. Wat een leuke doosjes en dit. Ah, kijk eens. Ook in de laatste zit chocola. Hartstikke idee. Ik heb allemaal eitjes gescoord. Dit was de laatste. Ik heb nu een... Ja, hier mist dus een bovenkant. Of zou deze hier op moeten? Oh, dat kon nog wel eens zo zijn. De kleuren passen. Ik weet nog niet alleen hoe.
alles weer... Ik heb nu een mooi armbandje van Barbara. Het past niet allemaal, hè? Het gaat echt niet allemaal passen. Maar dit is het dus zo leuk aan het swappen. Dat je van al deze leuke ideeën en chocolaatjes krijgt en ruilt en gezellig bij elkaar bent en dingen en je creativiteit deelt. En dat is iets wat we natuurlijk super graag doen. Zo. Oh ja, die mooie pen natuurlijk nog. Ik krijg het niet in beeld, hè? Nee, ik krijg het niet echt in beeld. Maar dit is wel een beetje de oogst van een dagje swappen. Ontzettend leuke ideeën. Ik ben benieuwd wat jullie favorieten zijn. Ik vind dit in ieder geval al wel een hele leuke. Nou, hier zit iets los. En ik vind die boekenleggers die ze gemaakt hebben met de paperclips heel erg leuk. En het boekje vind ik heel erg leuk. En deze vind ik zo mooi. En dit is een heel lief doosje met de crème. Prachtig, ja. Nou, je snapt het. Laat je de kaart ook zien die je gemaakt hebt. Nee, die heb ik allemaal geruild. Ik denk dat ik nog wel ergens een foto heb gemaakt. Ik had nog gauw een foto gemaakt. Ik had kleine foto's met kleine kaartjes met de Crafting With You. Mini kaartjes. En daarbij dus de paperclip. Ik had ook een paperclip. Omdat de Crafting With You gewoon een hele leuke bundel is. En die is natuurlijk ook heel toepasselijk met onze hobby. Ik ga de chocolaatjes eruit halen. Ik wens jullie een hele fijn paasweekend. Geniet ervan. Het weer is wat afwisselend. Maar ja, dat is het leven ook. Geniet van de mooie momenten en maak er wat moois van. Tot de volgende keer. Doei!